Bij de voetbalafdeling van de Leidse Sportclub ASC heerst een groot optimisme voor de wedstrijd tegen het Rotterdamse RFC. De rood-zwarte brigade heeft aan één punt voldoende om het felbegeerde kampioenschap der tweede klasse van het district West 2 in de wacht te slepen. Niemand bij ASC die nog twijfels heeft. De champagne staat reeds op ijs en de kampioenskransen staan gereed in de bestuurskamer, klaar om opgehangen te worden. Er is zelfs een filmcamera ingehuurd om dat mooie moment vast te leggen. En natuurlijk moet het elftal van trainer Tommy Rice alvast op de foto. Staand van links naar rechts zien we Jo Brouwer, grensrechter Dorsen, Jacques Stefanus, Piet Roem, G. de Ruiter, Henk Vreken, Jaap van der Mark, Hans de Bruin en de Rotterdammer Aad van Welzenes. Zittend van links naar rechts, captain Henk Warmsteker, doelman Aad Blom en de Belgische stopperspeel Ro Josson. De in 1922 gebouwde tribune is overvol met zo'n 500 toeschouwers die dat heugelijke moment willen meemaken. Deze wedstrijd zal de revanche moeten worden voor de nederlaag in Rotterdam. Sinds de komst van trainer Tommy Rice, ex-sergeant van het Engelse leger, is er veel veranderd bij ASC, zowel technisch als tactisch. Hij slaagt daarbij in om de selectie om te smeden tot een eenheid. Dus moet het lukken. Warm applaus als Bamsteker en de zijne om even over tweeën de arena betreden. Gevolgd door de groen-witte uit Rotterdam die met de welbekende drie cheers door de ASC-spelers worden ontvangen. Oh ja, die Aad van Welzenes. Dat was de man die later bij het Rotterdamse Selexer speelde. Scheidsrechter werd en bekend werd van de duik van de Willemsbrug. De ingehuurde cameraman, exploitant van het Leidse Luxor Theater, is nog wat onwendig of te zenuwachtig om de elftallen goed in beeld te krijgen. RFC wint de TOS en ASC trapt namens G. de Ruiter af. In het begin domineert rood-zwart over alle linies waarvan twee goede doelpunten het gevolg zijn. Dan zakt het feu sacré dat de ASC'ers in het begin van de match zo kenmerkte ver weg. En de anders zo solide ASC-verdediging stapelt fout op fout. RFC profiteert dankbaar van zoveel goedgeefsheid door liefst driemaal het Leidse net te doen bollen. Het publiek schreeuwt hartstochtelijk om de gelijkmaker. Maar in plaats daarvan maakt de ASC-defensie wederom een fout. En de 2-4 staat op het scorebord. Wel valt ASC nog in de laatste minuut een strafschop ten deel die door Roem wordt ingezet. Maar het wordt een wrede nederlaag voor ASC. Uitslag 3-4. Het is ASC dus niet gelukt revanche te nemen voor de nederlaag in Rotterdam. RFC heeft tweemaal gezegevierd over de gedoodverfde kampioen. De ASC'ers druipen af om hun wonden te likken. En de toeschouwers keren bitter teleurgesteld huiswaarts. De champagne wordt niet ontkurkt en de kampioenskransen niet omgehangen.